Als ik nu die beelden terugzie. De break-up. Ik heb dat toen allemaal vastgelegd. Maar dat heb ik toen niet gedeeld. Ja, het gaat wel. Het stopt gewoon niet. Ik ga jullie een heel klein stukje laten zien van Help, ik durf niet te vliegen. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar de allerlaatste kerstspecial. Nou ja, kerst is het al geweest. De kilo's zitten er denk ik ook alweer aan. Schrikkelijk altijd weer. Het is vandaag de laatste dag van het jaar, 31 december. En het is tijd voor deel 2 van de recap van 2020. De hoogte, maar ook de dieptepunten. Nou, vorige week heb ik deel 1 gedeeld. Daar heb ik al best wel teruggekeken op het eerste deel van het jaar. En nu komt eigenlijk het tweede deel van het jaar aan bod. En we hebben natuurlijk nog de video's met Vita en Joey. En die staan ook in de beschrijving, die link. Dus mocht je die nog niet gezien hebben, check die dan ook even. Maar goed, we gaan nu terug naar deel 2 van 2020. En dan beginnen we eigenlijk meteen bij een dieptepunt wel. Als in een verdrietig dieptepunt. Namelijk de break-up. Ik heb er natuurlijk helemaal een speciale video over gemaakt. Omdat ik het gewoon in één klap wilde delen en niet, ja, het was al wel eens zo van, als Jor niet in de video zat, dan was het, oh, waar is die? Gaat alles wel goed? Toen dacht ik, ik heb daar geen zin in. Ik wil gewoon dat het in één klap duidelijk is en dan, ja, dan kunnen we weer verder, zeg maar. En dan word je ook niet de hele tijd daarmee geconfronteerd. Ik ben heel blij dat we dit samen besloten hebben. Het is de beste keuze geweest van 2020. Toen zat ik er natuurlijk middenin, was het vooral heel erg verdrietig allemaal. En het feit dat Jor ging verhuizen en was heel heftig. Ik heb dat toen allemaal vastgelegd, maar dat heb ik toen niet gedeeld, omdat het zo emotioneel was. Het was gewoon echt de Bold and the Beautiful Jank vlog. Dus ik heb die toen niet online gezet. Maar goed, dit waren wel de tranen van 2020. Dus hierbij een stukje uit de afscheidsvlog die nooit online is gekomen. Geen clickbait. Het is uit, jongens. Het is uit tussen Jor en mij. Ik wil niet huilen. Ik wil ook helemaal niet zielig gaan lopen doen. Maar ik zei ook net tegen Jor, het is niet dat ik moet huilen omdat hij weggaat. Ja, wel natuurlijk. Maar ik bedoel niet omdat ik het erg vind. Want ik ben heel blij voor hem. Dat hij weg kan. En ook voor mezelf. Dat ik ook gewoon hier nieuwe energie en dat ik ook met mijn leven gewoon kan gaan beginnen. Wat heb je van maken van deze ruimte? Nou? Dit is een fucking studiootje. Ja, dat had ik ook bedacht. Gewoon je green screen en al die shit. En die lampen, allemaal alles opzetten. Ja. Alleen kan jij me daar dan niet meer mee helpen? Gewoon niet. Ja, het gaat wel. Deze vlog is echt één grote aflevering van The Bold and the Beautiful. As the world turns. Het is nog een herinnering die we kunnen maken. Is dat alles? Yes. Oké, shall we? Yes, we shall go. Na maanden samen opgesloten hebben gezeten in quarantaine, wat de meeste van jullie wel gevolgd hebben in de vlogs, was het, man eruit, nieuw huis. Ik wilde natuurlijk gewoon, ja, echt mijn huisje van maken. Dus ik ben samen met Ras de hele makeover begonnen van de woonkamer. En als ik nu die beelden terugzie, dat ik daar gewoon als een malootje gewoon dat hele huis heb geschilderd in mijn eentje. Dat is echt. Ik was wel echt een beetje trots op mezelf dat ik dat gedaan heb. Panterbehang natuurlijk. Ik dacht echt, dit wordt de hoerenkast natuurlijk. Dit hebben jullie mij vaker horen zeggen. Welkom in de hoerenkast. Oh my god. Heftig, hè? Maar ik vind het wel cool.
dit kan niet vet worden. Maar uiteindelijk heeft ze natuurlijk wel gewoon weer gelijk thuis met. En is het eindresultaat prachtig geworden en is het helemaal mijn plekje nu. Nou, en toen was natuurlijk de zomer in Amsterdam die ik al deels doorbracht in Bakkum. Af en toe, dat heb ik gezien in de vorige video. Maar ik heb ook wel echt hele leuke momenten gehad in Amsterdam. Met Vita en Joey, met wie ik echt heel close ben geworden deze zomer. Met Bobby, nieuwe vriendschappen. Ja, dat gebeurt natuurlijk als je dan gewoon, ja, je bent ineens single. Een vriendengroep of zo verandert gewoon een beetje. Maar als ik terugdenk aan die tijd dat je, ja, we waren natuurlijk, iedereen was natuurlijk heel beperkt deze zomer. Maar vooralsnog, eigenlijk in vergelijking met wat nu mag, waren we toen weer heel vrij. Maar gewoon dat we dagjes naar Zandvoort gingen in de file. 'S Ochtends vroeg weer vertrekken om 9 uur. Hopen dat je gewoon niet weer uren, nou dat hebben we meegemaakt, weet ik nog, met Vita. Uren in de file. Wij gaan lekker naar het strand, want het wordt heel warm vandaag. Het wordt 31 graden. Maar ja, in de zon is het dan 40 graden, denk ik. Echt, hè? En we zijn al helemaal vroeg gevogel, want nou, het is nu ongeveer 9 uur. Ja. Redelijk vroeg voor mij. Bijna 9:30. Maar we zijn er. We zijn er. We made it. We made maar it. Nu nog. Een parkeerplaats zoeken. Naar een parkeerplaats. Het was echt een topdag. Heerlijk. Ook al ga ik de volgende keer gewoon op de fiets naar Zandvoort. Ondanks dat er geen festivalen waren of feestjes of whatever, was het toch eigenlijk nog best wel een hele gezellige zomer. Een ander heel leuk hoogtepunt was toch wel, is nog wel, want het is nog niet afgelopen, het feit dat Nienke meedoet aan The Voice. En ik zat in het complot. En dit was nog een heel, heel spannend ding, want hoe kregen we Nienke en mij samen tegelijk op Schiphol? Toen zei ik, ja, dan moeten we samen vliegen, want onze roosters gingen toen echt zo. Dus toen hebben we eigenlijk kunnen regelen dat we samen op Nachtstopje Bergen zaten, was dat toen. We gaan vliegen en wel met niet samen. En dat is heel speciaal. En hoe zou ik dat zeggen? Dat kan eigenlijk niet, want we kunnen eigenlijk helemaal niks aanvragen in deze tijden. Maar er is een hele speciale reden voor en die komt hopelijk later aan het licht. Maar goed, daar kan ik dus niks over zeggen. Maar Nien was zo chagrijnig, want die had 2 uur geslapen. Die was zo kapot. Even vastleggen, misschien is dit de laatste keer dat wij BNC samen inlopen. Heel raar, maar ja, nou ja, dan zou het allemaal kunnen. Nee, werkt heel raar. Nou, ik heb gewoon vakantie hierna. Ja, ik ook vakantie, maar toch niet voor de laatste keer. Nou, dat weet jij helemaal niet. Wel samen. Dan doe ik het wel alleen. Aangezien Nien bloedchagrijnig is. En die had echt, die wilde zo snel naar huis. Maar ik had natuurlijk het feit dat mijn accu kapot was. Wat natuurlijk niet waar was. Maar goed, daarom moest Nien nog wel even van P30 naar mijn parkeerplaatsje P5 komen. Met startkabels. Nou, en ja, dat was zo vet. Dat was echt leuk. En ze had echt niks door. Ze vond het wel al raar dat wij samen vlogen. Dat ze dacht, dan gaat er misschien wat gebeuren. Nou ja, dan misschien bij aanmelden, aan boord, bij terugkomst. Maar echt niet meer op de parkeerplaats. Dat was gewoon, toen dacht ze gewoon, ja, ik doe niet mee. Of ja, het is gewoon heel toevallig dat wij samen vliegen, maar er gebeurt niks. Ja, toen dus toch nog gewoon die surprise die echt zo goed gelukt was. Van Nien, haar televisiedebuut, was natuurlijk ook dit jaar de gouden televisiering weer. Waar ik gewoon de wildcard voor had gekregen. En het dus uiteindelijk, eigenlijk natuurlijk allemaal door jullie, met hulp van al jullie stemmen, in de top 10 terecht ben gekomen. Ik zit in de wildcard voor de gouden televisering. Oh, ik kom geen spagaat meer. Nou, ik ben headless. Meteen te denken dat je weer allemaal alles kan. Ik word gewoon getagd net in de televisier. Ik zit gewoon in de 25 online videoseries. Ben ik nog in de race voor de gouden televisering? Ja, ik kan het niet uitleggen. Het is zo vet en zo'n waardering. Dus nou, helemaal trots dat ik er alsnog in de top 10 bij zat. En ja, volgend jaar misschien. Dan komt natuurlijk ook Help online. En Help is wel, denk ik, komen we eigenlijk misschien wel bij de nummer 1. En het laatste hoogtepunt van 2020 uit, maar wel echt zo'n hoogtepunt voor mij, dat ik eindelijk die serie af kon maken. Help, ik durf niet te vliegen. De serie over 4 mensen met onwijze vliegangst, die ik samen met Stichting Valk en KLM ga helpen om daarvan af te komen.
het was een avontuur. Het was zo vet. Het was geweldig. En vanaf januari is deze serie te zien online op mijn kanaal. En dan ga ik jullie er ook allemaal nog over spammen. Maar ik ga jullie een scoop geven. Ik ga jullie een heel klein stukje laten zien van Help, ik durf niet te vliegen. Hoi, ik ben Co en welkom bij de allereerste aflevering van hashtag Help, ik durf niet te vliegen. Maar jij hebt je opgegeven voor Help, ik durf niet te vliegen, ja. Want je hebt vliegangst. Ik heb vliegangst, ja. Jullie willen gaan trouwen op Griekenland? Ja, ja, klopt. Op een van de op eilanden? Op het eiland Rhodos. Wauw, te gek. Ja. Maar ja, hoe gaan jullie dat doen nu? 46 jaar heeft u dus niet in een vliegtuig gezeten. Ja. Maar ik begreep wel, u gaat wel veel op vakantie. Ja. Mama met de auto. Wat voel je nou echt als je dit ziet zo? Doet dat iets? Spannend vind ik het. Ja? Hij snelt. Ja. Elk toestel heeft ja, net een wat ander systeem. Hoe is het? Hoe voel je? Niet zo top. Nee, niet zo top. Nee, ik ben wel echt heel nerveus. De allerlaatste video van dit jaar. En nou, ik hoop dat jullie een beetje hebben kunnen genieten van deze terugblik. En dat jullie dan misschien vanavond zelf ook nog gaan doen met jullie familie aan tafel. Om na te praten over dit jaar. Want het was een bewogen jaar, zullen we maar zeggen. Anyways, ik wens jullie een heel fijn oud en nieuw vanavond. Dat we dit jaar maar snel achter ons mogen laten. Op heel veel gezondheid, geluk en liefde voor 2021. Ik heb er zin in, ik kijk er naar uit. Nou ja, ik denk nu al het hoogtepunt van 2021. Mijn theatershow natuurlijk. Ik zet een link in de beschrijving voor als je wil komen kijken. Ik ga door het hele land spelen. En dan hoop ik jullie natuurlijk gewoon te zien in januari, februari in het theater. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie gewoon volgend jaar weer.